Wat jullie hier zien is een plantenspuit. Hier zijn dennenappels ingezaaid. En dat wat je ziet is voor heel veel mensen een ellende en rommel. Maar dat zijn brandnetels. Jonge brandnetels, allemaal bij elkaar. We hebben er weer veel en veel te veel ingezaaid. Deze brandnetels heb ik al een keer, dat weet ik uit ervaring. Die worden zo hoog. En dan gaan ze hier opgroeien. En hier had ik vroeger kleding hangen. En die brandnetels kwamen helemaal tot over die lamp. Ze krulden naar achter. Maar eentje stengelde ze zich ook tussen de kleding die hier hing, zeg maar. Net zoals dit zo ongeveer. En dan groeide die daartussen. En die kwam halverwege het derde ding van hier. Dus 1, 2, 3 en dan de half. Dus dit hele stuk hebben ze afgelegd. Ja, en toen was de grond eigenlijk zo uitgeput dat ze niet meer wilden groeien. Maar je ziet het heel duidelijk. De nieuwe brandnetels zijn ingezaaid. En dan gaan jullie natuurlijk denken van leuk. Maar dit... Minus 3 graden hier draußen würde ik... Dit hier is brandnetelzaad. Die kleine pitjes. Dus dat weten jullie ook weer. En dat is mijn nieuwe muis voor de computer. Hij werkt echt supergoed. Hij heeft een hoop geld gekost. Maar met die oude muis heb ik 7 à 8 jaar mee gedaan. En toen was de linkerknop lam geworden. Na misschien 1 miljard keer drukken. Jawel. Doei!